Deze nieuwsuitzending is in het kader van of in de serie van Weltschmerz. Het is een serie van onderwerpen die ik al eerder heb behandeld, maar toen was ik nog onder invloed. Ik heb een aantal jaren lang, zo minimaal twee jaar, maar misschien wel wat langer, erg veel gedronken. En met erg veel bedoel ik erg veel. Omgerekend dus naar een alcoholconsumptie. Dus dan een alcoholconsumptie is een. Als je in het café een jenever bestelt, dan komt het in een klein glaasje. Bestel je een glas wijn, dan eet het een wat groter glaasje. En bestel je een glas bier, een tapje, dan krijg je een nog groter glaasje. Toch? Ja, de hoeveelheid alcohol is in elk van die glaasjes hetzelfde. Ongeveer. Als we dat één alcoholconsumptie noemde, noemen, dan zat ik aan 24 of meer per dag. Dat is aanzienlijk, of niet? Niet allemaal in het café, want dat zou niet te betalen zijn. Nou, daar ben ik rabiaad mee gestopt, iets meer dan vijf weken geleden. En ik was gefrustreerd in de tijd dat ik zoveel dronk. Ik was niet gefrustreerd, gefrustreerd van het drinken. Want dat vond ik hartstikke lekker. En ik heb ook heel veel nieuwsuitzendingen gemaakt in die, da in die dronken dagen, die ik vervolgens uh, aan massa heb weggeflikkerd. Hoor. <laughs> dat ik zei, dus de volgende ochtend naluisterde en dacht van nee dit gaat hem niet worden dit gaat niet gaan zo zouden de Belgen dat zeggen nu ben ik spatnuchtig. en, en het onderwerp wat ik vandaag ga bespreken is het voorkomen van jeugdtrauma in de vorige uitzending... En volgens planning is dat nieuws. Even kijken. 655. Ik weet niet of die telling helemaal klopt. 652. 654. Ja, dit zou 655 kunnen zijn. Ja. ja, het zal wel de nieuwsuitzending 655 worden. Dan wordt dit dan 656. Jo, schrijf maar even op. <laughs> Als je zoekt op mijn kanaal, dan moet je kunnen zoeken binnen het kanaal. Als je even daar je best voor doet, dan vind je dat wel. Je moet knikken, klikken op Periwinkel. Zit onder deze uitzending, naast dat icoontje van mij. Klik je op Periwinkel. Dan zit je op mijn kanaal en daar kan je zoeken binnen het kanaal. Er zit een vergrootglasje ergens, dan moet je op klikken en dan gaat er een dingetje open en dan staat Search this channel of zoiets. Zoek binnen dit kanaal. Het type je jeugdtrauma vind je dat wel. En die gaat over het genezen van een jeugdtrauma. Waarbij ik het niet zozeer heb over de verschillende methoden die er zijn, want daar heb ik niet zoveel verstand van. Ik heb het over de noodzaak dat je ingrijpt, want jouw jeugdtrauma eh, dat heb jij ongewild opgelopen. Dat is jouw verantwoordelijkheid niet geweest. Maar op latere leeftijd daarmee rond blijven lopen, dat is jouw vrije keuze. En jij bent verantwoordelijk voor alle keuzen die jij maakt. En in die uitzending maak ik duidelijk dat de keuze om er niks aan te doen Schadelijk is voor jouw karma en voor het karma van je omgeving. Om er maar eens een mooie term bij te halen uit het oosten. Want ga mij vragen wat karma is en dan zeg ik: heb je even. Karma is iets wat je zelf veroorzaakt ook. Ja. En karma is ook iets wat zichzelf voortplant. Dus jij met een jeugdtrauma, je loopt een grote kans dat jij dat jeugdtrauma doorgeeft aan anderen. En als je dat doet aan volwassenen die samen met jou zitten te zuipen in de kroeg en je krijgt een paar klappen voor je bek, dan interesseert me dat niet zoveel. Maar als jij dat gaat doen terwijl je een kleine koter om je heen hebt, dan interesseert mij dat wel. Dat vind ik namelijk walgelijk. Dus dan ben ik gelijk aan punt 1 van het voorkomen van jeugdtrauma, want daar gaat deze welsmerts over. Het begint ermee om jezelf te controleren of jij wel rein bent op dat terrein. Heb je zelf een jeugdtrauma? Ben jij boos op een van beide of allebei je ouders? Zo ja, doe daar wat aan. En dan ga ik er even vanuit dat je een kind hebt of dat je mogelijk een kind gaat krijgen. Doe daar wat aan. Heb jij een eetstoornis en je wil graag een kind? Ja, doe wat aan je eetstoornis. Heb jij pijnvrees en je wil graag een kind? Ja, doe wat aan die pijnvrees. Ook andere dingen hoor. Zit jij op een of andere manier niet lekker in elkaar en je wil een kind? Of je zit op een of andere manier niet lekker in elkaar en je hebt een kind? Ja, doe er wat aan. Neem je eigen klachten serieus. Ik heb het over het voorkomen van jeugdtrauma. En dat gaat dus met name over mensen. Die kinderen hebben, CQ dat ze kinderen willen. Of dat ze lekker in de rondte lopen seksen. En ze zouden mogelijk een kind kunnen krijgen. Hm? Want ze doen het niet altijd even voorzichtig. Net als egeltjes. Die moeten het heel voorzichtig doen. Hè? Want anders dan prikken ze elkaar. Zeggen ze. Dat is een mooie intro, dacht ik. Voor de seriositeit. Dat is die vorige ook hoor. Dat jeugdtrauma op latere leeftijd. dat is jouw verantwoordelijkheid. En niet van je ouders. En wentel dat trauma niet af op je omgeving. En in dit geval heb ik het over het afwentelen. van whatever je maar hebt. op je bloedeigen kinderen. Don't go that way. Want de furie. van het universum. En om het woord God maar even te vermijden. De furie van de wil om het woord God maar even te vermijden. De furie van de wil komt achter je aan. Of beter gezegd, uh, je, je zal verkoelen en verstarren en verstenen. Net als de vrouw van lot. In de zin van verstenen. Lot veranderde. De vrouw van Lot veranderde in een zoutpinaar. Weet je nog? Dat zal jouw lot zijn. Want het leven is geen geintje. En zeker niet als je omgaat met kinderen van de wil. Om het woord God maar even te vermijden. Noem het dan de wil. Ja. Een keurige technische term. Goed, beginnen bij het begin. Ja. Ieder mens heeft wel wat. Ja. Ikzelf. Uh, ja, ik heb dan heel veel gedronken. En ik ben er van de een op de andere dag mee uh, gestopt. Dus had ik dan een alcoholverslaving? Dan zeg ik nee. <laughs> ik was gewoon hartstikke boos. Ja. En na zoveel jaar heb ik gezegd tegen mezelf. Ik zeg, hé, hey, mezelf. Ja, zei mezelf tegen mezelf. Wat is er aan de hand? Zie je, nou, het zeuren, man. Je zeurt altijd zo. Dat hoor ik van iedereen. Ik zeg, ja, maar nu ben ik even aan het zeuren. Ja, tegen mezelf. Oh, zei mezelf tegen mezelf. Nou, wat, wat heb je dan te zeuren dan? Ik zeg, nou, uh, we houden op met boos te zijn. Oh, zei mezelf tegen mezelf. Wat gaan we dan doen? Ik zei: Nou, wij gaan wat nieuws doen. Wij gaan het roer omgooien. We gaan van strategie veranderen. We gaan niet langer vechten tegen de bierkaai. Wij gaan iets positiefs doen. Hm. Misschien maar nou zo'n een analogie te binnen. Dat ik, ik kijk veel naar schaakfilmpjes. hè? En dan heb je van die schakers, en er wordt dan besproken van, ja, en waarom je dan niet paard F3 deden? Want als ze paard F3 hadden gespeeld, ja, dan komt er natuurlijk gelijk een loper C7. En dan gaat die pion naar H3, gaat naar H4 toe. En, ja, en dan moet die koningin, die moet wel opzij. En dan komt die uh, de, de paard van de tegenstander er ook nog bij. En dan heb je een situatie, en dat wilde hij niet. Dus hij deed geen paard F3. Want er ontstond dan een situatie die hij niet wilde. En de situatie waarin ik zat als zelfstandig ondernemer. dan op het ICT-terrein. en ik heb echt schattige, lieve software geschreven. maar ik een beetje kon concurreren tegen. die hele grote jongens. Dat ik. Dacht, nee, man. Laat me zitten. Maar vroeg of laat delf je het onderspitten. denk ja, je kan maar beter stoppen. Ja, ik wil niet zeggen het hoogtepunt, maar ik kan er beter maar mee ophouden met een opgeheven hoofd. Dus ik heb mijn klanten netjes overgedragen aan een ex-collega. Die gaat ze maar vertroetelen. En ik ga wat anders doen. Ik ga iets met mensen doen. Dus dan ben ik van mijn woede af en ja, klaar. Dus heb ik nou wat. Nee, ik dacht eigenlijk niet. Ik ben wel heel depressief geweest. Toen ik was 32. En daar heb ik wat aan gedaan. Dat was niet makkelijk. En twee keer per week naar Wolfheze En dan twee keer per week uh, ja, doorgezaagd worden. Nou, dat was niet. Uh, <tie> dat was twee keer per week naar de, de tandarts. Dat... Ik heb er ook nog een blackout gekregen. Hoe moet je dat zeggen? Ik werd katakleptisch is het officiële ding. Dus mijn geest deed dat nog. In de zin dat ik nog waarnam. Maar mijn lichaam deed het niet meer. Dus mijn geest was niet meer in staat om tegen het lichaam te zeggen... knipperen met je ogen. Het was daadwerkelijk stom geslagen. En het kwam door een vraag van die therapeut... Ik stond, zeg maar, schaakmat. Ik wist ook niet meer wat hij vroeg. Het was een totale, ja, zo'n blikseminslag. kon ik, mijn ogen ook niet meer bewegen, mijn pink niet meer. En na een eeuwigheid, zo leek het dan van mij, hè? Toen, toen kon ik mijn ogen weer bewegen en toen. Oh, 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 mijn lichaam doet het weer. En kon ik dus ook weer praten. En ik leg uit aan die therapeut: van... Nou, dat was even. Ja, niet mijn. Uh, mijn finest moment. Niet mijn fijnste moment van dit leven. Dus ik leg hem uit wat mij overkwam. Ik, zei, ik kon echt. Ik kon helemaal niks meer. En die man die haalde zijn schouders op. En die zei: Van ja. Kijk, zoiets is maar zo belangrijk als dat je het maakt hoor. Wat ik ook nog van je wilde weten, want je zei net. en die ging gewoon weer door. Keihard ben ik aangepakt. Kijk, en dat hielp wel. Het was niet prettig, maar het hielp wel. En toen ik mijn kind in mijn armen hield. In, op 21 december. 1999, bij de winterzonnestilstand. kwam zij om tien voor elf s'avonds. Uit de buik van haar moeder gekropen. Maar ja, hij werd eruit geperst natuurlijk. Er moest nog zo'n uh, Zo'n bij komen om zo'n knipje te geven. Dat grote ontstentenis, ontsteltenis van de moeder. Die ging krijzen man. Die, verpleger, die Die zei tegen mij, dan uh, hou jij er maar vast. Uh, bij uh, de linkerschouder en dan uh, ga ik duwen op die rechter schouder En hou er goed vast en doe vooral goed na wat ik doe. Kijk naar mij en doe precies zoals ik het doe. En ik keek naar haar en ik zei, had dus de ene hand op de schouder. en die andere hand had ze de onderarm van die moeder beet. En ik zag dat ze ongelooflijke druk uitoefende op beide punten. en dat moest ik precies zo doen. Dus we, we hielden haar achterover in dat, uh, in dat bed. En die man die gaf de geniale knip. Ja. Wat een drama. Maar had ik dat kindje in mijn armen. Ja. En ik was verkocht Wat een mooi kindje. En foto's gemaakt, joh, van het kind. Oh, oh, oh. Uit liefde, uit verliefdheid, zo moet ik het zeggen. Dat kon zulke mooie Bekkie strekken, man. Oh, oh, oh. Hup, en haalde ik weer mijn camera. Klik. <laughs> ja. Misschien wel meer dan duizend foto's gemaakt. Ja, dat is een schat van een mens. Heb ik haar een jeugdtrauma bezorgd? Nee, natuurlijk niet. Ik heb te leren lezen, ik heb te leren rekenen. Ik heb te leren steppen, ik heb te leren fietsen. Ik heb te leren zwemmen. Ja, niet zelf, maar een zwemles gebracht. Dat is veel werk hoor. Het zwembad was op meer dan drie kilometer afstand. En dat op de fietsen. Zijn kind achterop in zo'n zitje. Hoppakee, vanaf het derde jaar tot aan de zesde, zevende, drie, vier jaar lang. Elke week naar het zwembad. Behalve in de zomervakantie. Ja, dan gingen we nog steeds naar het zwembad, maar dan ja, was het meer uh, pootje baaien. Ja. Dan zat ik lekker uh, op het gras met een blikje bier in de zwemtas. En er zaten... een keer, dat de nasels op, op, ook van die badhanddoeken. Van een Surinaamse familie. En dat was een hele grote Surinamer. Van een jaar of 23, 24. Van die Rasta-toestanden. Die zat lekker een blootje te roken. Dan dacht ik, nou ja, wat zo'n kan. Dus de volgende keer dat ik daar zat op mijn badhanddoeken. Uh, zat papa ook lekker. Uh, ja, niet een blow, maar. Gewoon een sticky. Maar is dat kindermishandeling? Nou, ik dacht het niet, hoor. Mijn kind was toen in het water. En trouwens, dat maakt het uit dat je een beetje wiet rookt. Maak je zachtmoedig of niet? Ja. Ik, heb hele leuke, ik heb het heel leuk gevonden om met haar allerlei dingen te doen. Naar school brengen vond ik leuk. Van school halen vond ik leuk. Verhaaltjes voorlezen vond ik leuk. Ik vond alles leuk. Met het grootste plezier heb ik voor haar gezorgd. En dan lever je je kind geen jeugdtrauma op. Die moeder daarentegen, die heeft haar getraumatiseerd. Veel aan het huilen gemaakt. Dingen verbieden om niks omdat die moeder het in de bol had van nee, ik moet me laten gelden. Niet beseffend dat dat het enige was wat ze deed naar haar kind. Ik schenk even een kopje thee in. Kijk, dat heeft dus geen zin, hè? Je kinderen maar van alles verbieden. Het is de geweest dat mijn dochter naar me toe kwam met een geweldig plan en dat ik zei, nou dat kan je wel willen. Maar dan gaan we eerst dat en dat en zo en zo regelen. Snap je? Mijn dochter was tien en ze wilde een nieuw bekken voor haar drumstel. Toen zei ik, nou dat drumstel heb je net drie maanden geleden gekregen. Om te oefenen. Dus niet om mee op te treden, het is alleen maar om te oefenen. Ze zat op drumles. Je jij mag van mij best een nieuw bekken. Ik, ik snapte wel dat het bekken nergens naar klonk. Dat was mij nou wel opgevallen. Zeg maar, dat doen we dan van de zomervakantie... als jij het hele jaar drumles hebt afgemaakt. Ja? Zeg, dan gaan wij... Uh, dan zal ik er wel voor zorgen. Via Marktplaats, zeg maar. En dan maken we dan een leuk dagje uit van... Eventueel mag je moeder mee, want die scheiding was al aangekomen. komen, was al uitgesproken zelfs. Maar ja, zij wil natuurlijk heel graag met papa en mama, dat hebben die kinderen graag, hè? dat papa en mama samen zijn. zijn dan gaat mama mee en dan gaan we nog een keer met z'n drieën op pad. Maar van de zomer eerst maak jij je lesjaar af. Zo makkelijk om even weer een paar tientjes er tegenaan te smijten. Want ik zou dan een goed bekken voor haar hebben gekocht. Een zieltje of een peester. Nou, of... ja, dan kost je toch een paar tientjes. Minimaal. Ja, en dat geld uitgeven, dat kan altijd wel. Maar er moet een beetje discipline en een logica in zitten. En, en niet alleen maar roepen: van eh, ik wil een nieuw bekken. Dus dat mocht niet van mij. Hij is er daarmee met dat bericht naar de moeder gestapt en de moeder gelijk van, oh. En de moeder belde gelijk dan een van die zogenaamde exen op, die dan wekelijks nog over de vloer kwam. En, uh, ja, ja, en ja, 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 die vader van die, nou, die was nou, hartstikke lullig bezig en uh, die wil niet eens een nieuw bekken voor de kopen en uh, kan jij dat niet regelen. Dus dan komt mijn dochter dan een paar weken later bij mij naar binnen met een hemelse glimlach en zegt van, ik heb een nieuw bekken. Ik heb die lul gebeld, die klootzak. Ik ben nog vergeten om bij hem de ruiten in te gooien. Maar hij woont ook op de derde verdieping. Oh, wat was ik boos op die vent. En ging hij wel even een bekken kopen? Ja, dat hoort dus niet zo. En die moeder aan haar kant ja, die verbood van alles. Van drummen, daar moest ze mijn dochter van af. Ze laat de vriend dan een bekken kopen. Maar zelf gaan ze dat kind verbieden om nog langer naar drummen te gaan. Dat was dan weliswaar een jaar later dat ze erover begon, maar dan nog. Die, die vriend van haar koopt het bekken, kind helemaal blij. En dan gaat mama zeiken over het feit dat het kind op drumles zit. En dan moet ze van drummen af. Snap jij het nog? Ja, dat is dus niet voorkomen van jeugdtrauma's. Goed begrijpen. Dan ben je daar niet mee bezig. En wil jij het jeugdtrauma bij je kind voorkomen, dan moet je het doen zoals ik dat gedaan heb, namelijk zorgen voor je kind met tijd en aandacht. Daar heb ik in feite alles mee gezegd. Deze uitzending is nu 22 minuten bezig, dus nu heb je het begrepen: tijd en aandacht voor je kind. En niet de godganse tijd dingen lopen te verbieden. En je overal mee lopen te bemoeien. Dat is baba, foei foei, nee, nee. En je kan als ouder kan je het flikken. Want ik weet wat jullie het doen. En dan denken we, nou, een heel spinvis. Van uh, verleden week reed ik een fietserdood. Maar gelukkig heeft niemand mij gezien. Ja, maar dan. De wil, om het woord God maar even te vermijden. De wil registreert alles. Ja, maar Pirrie, wat is dat dan, de wil? Dat heb je nou een paar keer gezegd, en wat is het dan? Ja. Ik zal er wel een aparte uitzending over maken. Het begrip komt van Arthur Schopenhauer. De man die de moraliteit op de kaart heeft gezet. De man met een humor die niet kwetsend is. Namelijk dat je niet moet kwetsen. En dat vertelt hij dan humoristisch. Een leuke vent. De wil. En wat hij de wil noemt, staat gelijk aan wat in de Bijbel God wordt genoemd. Ja, maar de Bijbel is een klote boek. Want dat heb ik namelijk nou nooit gelezen. En ik lees alleen maar goede boeken. En uh, omdat ik de Bijbel dus niet gelezen heb, ja, moet ik concluderen, helaas, Peri, dan voor jou. Dat de Bijbel dus kennelijk geen goed boek is, want anders had ik het wel gelezen. En de reden dat ik het niet gelezen heb, komt omdat het geen goed boek is, namelijk dat ik dat uh, weet. Omdat ik het niet gelezen heb. En alles wat ik wel gelezen heb, dat waren goede boeken. En, en Bijbel heb ik niet gelezen. En daarom is het dus geen goed boek. En ga ik het ook niet lezen. Maar ik vind het wel geen goed boek. En dan moet ik je niet gaan vertellen, Perry, dat ik nou uh, een soort cirkelredenatie aan het doen ben. Want dan stop ik nou met luisteren naar deze uitzending. Goed zo, jongen, hang maar op. Ga je kinderen maar mishandelen. Bezorg ze maar jeugdtrauma's. Uh, I will see you uh, when you get there. Kan ik je nog uitzwaaien bij de poorten van de hel? Maar niet op mijn verjaardag. Dat begrijp je wel. Nee, je hebt je te gedragen naar kinderen toe. En je hebt die jeugdtrauma's van die kinderen te voorkomen. En je hoort je eigen belang opzij te zetten. Je zorgt voor een kind. Punt. En daar hoeven we niet uh, ouders van nu voor te gaan uh, abonneren. Want ik heb een abonnement op ouders van nu. En dat lees ik dan, dat is een maandblad. En dat, ja, dat lees ik dan. En, uh, nou, en zo doe ik het hoor. Nee. Ik zei het toch net. Tijd en aandacht. Goed afvragen wat een kind nodig heeft. En dat wat een kind nodig heeft, dat dient dat kind te krijgen. En je moet, als je het goed doet, 14 jaar lang zorgen voor je kind. Doe je het niet goed, dan is je kind met het 14e nog niet volwassen genoeg, en dan zal je ervoor moeten blijven zorgen. Als je pech hebt, moet je ervoor zorgen terwijl het nog 23 is. Dan woont het nog steeds bij mama. Ik ken zo'n vent en die. Uh, die was toen 19. Zijn moeder heeft drie kinderen. Hij is de oudste. Alle drie de kinderen zijn van drie verschillende mannen. Al die kerels hebben de kuierlatten genomen. Hij was toen 19 en hij woonde nog bij mama. En het zag er niet naar uit dat hij binnenkort zou kunnen vertrekken. En een baan had hij niet. Hij was een keer heel erg dronken. En, de, en zijn moeder ook. En ik, ja, ik had drie, vier, vijf tequila op me. Dat was in die tijd dat ik nog stevig dronken. Een, een paar tequiaatjes, dat moet kunnen hoor. En niet van, eh, niet van die eh, de kia. nee joh, gewoon van die kleine glaasjes. Zijn moeder was in slaap gevallen van de rode wijn. En tegen die vent gezegd van: ah, Leg even een dekentje over je moeder heen. Ik krijg het anders kouder. hij ah, een dekentje over zijn moeder heen gelegd. En wij een beetje kletsen, dat was wel gezellig. Toen zakte hij ook door zijn poten heen ging niet met zijn hoofd op een van mijn dijen liggen. En uh, dat begon te kwijlen. Ja, hij was in slaap gevallen van de alcohol. Het was half zes, spinach of zo. Half zeven, weet. Rond etenstijd. Ik kan me niet herinneren dat we toen nog gegeten hebben. Dat nee, weet ik niet meer. Nou, als je ook zoveel zuipt, heb je niet uh, echt veel behoefte aan. Uh, Ethan. En hij was in slaap gesukkeld en dan lag met zijn hoofd op mijn linker dij. Ik zat in kleermaken zit. Ik hey, kwijle, man. Maar ik heb niet bewogen met mijn benen. Oh, ja, maakt mij uit. Hey, die spijkerbroek die, uh, die gaat alweer in de was, hoor. Daar, daar, daar gaat het mij niet om. Ik vond het zielig voor die jongen. Als. Dus, uh, wat die moeder heeft gedaan is het veroorzaken van een jeugdtrauma. Heel erg. En zijn moeder hij, hij kwam als eerste weer bij. En, uh, een hele grote speekselvlek op mijn spijkerbroek. Heeft hij denk ik niet eens gezien of zo. Hij ging weer rechtop zitten. En zijn moeder die werd ook wakker. En toen zei hij met een heel serieus gezicht tegen zijn moeder: Van mam, ik ben uit de kast gekomen. Hij had dus kennelijk seks gehad met een andere man. Ach, zei zijn moeder. Is al de derde keer dat je dat zegt. Die jongen heeft een jeugdtrauma. Anders ga je niet seks hebben met een man. Ja, sommige mensen worden gay geboren. Nee, natuurlijk niet. Er is wat mij. En die vrouw had dat nooit mogen doen. Dus kinderen krijgen met een of andere kerel. en dan die kerel maar de deur uitsturen. En die jongen heeft dus geen vader. alleen zo'n doorgedraaide moeder. en die doorgedraaide moeder. die gaat vervolgens met een andere kerel lopen wipperen. en dan komt er nog een kind. en uppakee, en die kerel wordt ook weer de deur uitgestuurd. en dan doet zijn moeder het nog een keer. en dan denkt ze. woeps, heb ik een hoop kinderen. En dan moet jeugdzorg erbij komen. die vrouw wordt ook aan alle kanten vertroeteld. En Oh, het huis is één grote puinhoop. Nou, gelukkig krijgt die moeder dan een uitkering. Kon nog een auto rijden ook. Stond ervan te kijken dat je een auto kan rijden, dacht ik. En drie kinderen en een... Nou, het was een huis met... Met drie verdiepingen of zo. Ja, zoiets. Een, een of andere zolderkamer had ze ook nog. Voor de kinderen dan. Hè. En een leuke voortuin. En een loeris van een achtertuin. Was ik een donder mee deed. Een half affe inrichting. Ik heb die kinderkamers niet gezien. Maar ik kan me daar het een en ander bij voorstellen. Er moet ook één grote op geweest zijn. Ja, zo iemand is niet bezig met het voorkomen van een jeugdtrauma bij haar kinderen. Dat is ook één ding, hè? scheiden van de vader van je kind, dat is kindermishandeling. Dat is een, een regelrecht veroorzaken van een trauma. You're guilty as hell, baby. Dat zeg ik vooral tegen de vrouwen, want 70% van de scheidingen worden aangevraagd door de vrouw. En dat is niet omdat de uh, man lief uh, losse handjes heeft of vreemd is gegaan met de secretaresse. Nee, in de regel is dat omdat die vrouw denkt, uh, doe jij die alimentatie maar. De voogdij over de kinderen en ik hou het huis en die klootzak bekijkt maar. En die vrouwen die gaan voor hun eigen genot, hun eigen plezier, hun eigen poen, hun eigen leven. En het interesseert zich geen kloten, geen kut wat er met die kinderen gebeurt. Dat is het niet voorkomen van een jeugdtrauma bij je kind. Als dus wil je een kind het jeugdtrauma op dat terrein voorkomen, dan kies jij de man van je kinderen zorgvuldig uit en die keuze is voor het leven, in elk geval totdat de kinderen volwassen zijn. En dan ruim boven de 14 jaar AUB. En voor die tijd geen ruzie maken met papa of jij met die moeder, hè. Huh? Die moeder is de baas in huis en die man is de baas buiten huis. Goed de rolverdeling in de gaten houden. En niet zelf het wiel opnieuw gaan lopen uitvinden dat je alles wel beter weet. Nee, je houdt je aan de regels. Goed begrepen. Doe dat dan ook. ...zorg ervoor, jij als vrouw... ...jij bent ervoor verantwoordelijk hè? voor jouw zwangerschap. Ze hebben het toch over baas in eigen buik? Nou, wees dan baas in eigen buik. Laat goed weten wie jij je laat palen in je buik. En niet komen janken van... Ja, ...ik ben ongewenst zwanger. Als je ongewenst zwanger bent, mijn lieve kind... ...weet je wat je dan moet doen? Dan moet je zo snel mogelijk naar jeugdzorg gaan... Moet je zeggen, ik ben ongewenst zwanger. En uh, ga op zoek naar een uh, adoptiestel uh, huh? En dan moet de zwangerschap moet je uitdragen. En je laat goed de dokter controleren dat je de zwangerschap goed verloopt. Je moet natuurlijk niet roken, geen alcohol drinken, huh? dat soort dingen. Laat het kindje ja, je zwangerschap goed begeleiden... Je zal misschien wat hulp nodig hebben. Ja, zeker als we op de laatste weken of zo. Dat het echt heel erg zwaar wordt, Een hele grote toeten van een buik heb. Nou, en als het moment daar is dat je gaat baren. dan moet dat allemaal in een goede harmonie gaan. En je baart je kind. en. ja, je, je, je gaat even douchen. en je kan pleiten. Door de achterdeur. Ja, gewoon je kind afstaan heet dat. En dat doe je in overleg, snap je dat, stomme koe, stomme baar koe? <laughs> ja, je zorgt ervoor dat jij je kind helemaal nooit ziet. Als je er niet voor wil zorgen, dan is dat je enige ontsnappingsmogelijkheid. En die adoptieouders, die hoef je niet te kennen, hoef je niet te weten waar ze wonen, helemaal niks. Dat is volslagen anoniem. Je staat je kind af aan een stel liefdevolle mensen. dat draag je over en dat laat je maar verzorgen door jeugdzorg. Of hoe dat ook maar mag heten tegenwoordig. Ze dus wordt vast weer vernieuwd. Dan heet dat weer anders. Maar niet aborteren bijvoorbeeld. Want abortus is moord. Dus jouw karma ook namelijk. Hè? Dus doe daar een beetje normaal over. En het beste is om baas in eigen buik te zijn en je gaat, niet, je gaat je niet zomaar lopen palen, want het is zo lekker geil. Zet het maar uit je kop. Als je zo graag seks wil, dan als vrouw, zoek een man die ja, aan jouw normen en waarden voldoet. En ga samen praten over een toekomst. Maak kennis met zijn familie. Eerst maak je kennis met hem en wat voor hobby's heeft hij... en een beetje familiebezoek en lalala. Nou, Een leuk feestje organiseren, verlovingsfeest. En dan ergens een eigen pandje. Hoeft allemaal niet zo luxe te zijn. Maar gewoon een jongen die wat kan. Een elektricien of zo, elektricien of een elektrotechnicus... Of een putjeschepper, dat is ook een, ja. ja. nu die vent komt wel stinkend thuis van zijn werk, maar dat is wel een vast inkomen, hè? Nou dan. Dan zorg je ervoor dat je een fijn nestje hebt. En dan kan je wippen zoveel je wil. Elke dag seks. Nou, en dan komen de kinderen. En dan ga je lekker verzorgen. Dat is de manier. En een andere manier is er niet. En doe je dat dan toch omdat jij zo geniaal bent en dan slimmer dan Nikola Tesla en Einstein, bij me weer opgeteld. En je gaat het zelf allemaal lopen verzinnen. Ja, het is jouw karma, snap je? Maar als jij jeugdtrauma veroorzaakt. de furie van de wil komt achter je aan, schat. Ik had een keer een aardig gesprek met een jongere iemand. Die had zich verschrikkelijk misdragen, die dag. We waren op vakantie met een hele club. En zij was niet de enige hoor, die zich misdragen had die dag. En dat had ze samen met een ander gedaan. En zij had uh, gevoeld aan de water van, oké, okay, wij zijn vandaag over de scheef gegaan. Dat was trouwens uh, de dag nummer zoveel dat ze over de scheef gingen en dan, uh, ik was daar met Wim Kruidertuin. En we zaten lekker in de, in de keuken. Dan waren we waren aan het drinken. Bier met... van die uh, perno-achtige Dat Is lekker hoor. Lekker perno en dan... Uh, wegspoelen met bier. Heerlijke combi. Nou, een beetje smoken erbij. Komt zij de keuken binnen. Zegt ze, oké... Okay, ik wil weten wat de straf is. Toen heb ik tegen haar gezegd... Nou, uh, in het algemeen, of in de natuur, is er helemaal geen straf of beloning. In het algemeen, in de natuur, gelden alleen consequenties. Waarop ze zei: Oké, okay, en wat zijn de consequenties dan? Ze zei: Nou, dat merk je vanzelf wel. Dat geldt ook voor jou als jij jeugdtrauma veroorzaakt, snap je? De consequenties zijn voor jou. En begeef je niet op dat pad, want het kan verrassend onaangenaam zijn. Zeker als je ouder wordt. En zo ging ik naar de orthopedagoog, omdat ik het vermoeden had, en dat bleek te kloppen. Dat mijn dochter inmiddels, het was, waren we twee jaar, tweeënhalf jaar gescheiden van die moeder. En dat kind, dat was depressief, hè? dacht ik, en dat was ook zo. Kreeg ik gelijk in. En ik had bepaalde dingen gezien. Ik zei, nou, dat, gewoon. de anekdote verteld. Ze kwam van school en bla, bla bla bla. En die andere keer. toen gebeurde dat. En zei ze zus. En die man zou knikken. En die zei: Ja. Dat lijkt mij precies het gedrag van een kind dat depressief is. Nou, ik ook verteld wat die moeder had uitgevreten. Uitgevroten. Wow, zei hij. Nou, hij wist gelijk ook uh, waar dan die depressiviteit vandaan kwam. Dat kwam van die moeder, haar gedrag. Nou, toen was ik uit met mijn uh, geklaag en toen zei hij van, nou, en nu ga jij het volgende doen. Jij gaat met je kind lange wandelingen maken. Want als je wandelt, dan kijk je allebei dezelfde kant op. Dus niet naar elkaar, zeker niet naar elkaar aan te staren. Maar je wandelt en je kijkt dezelfde kant op. En zei hij, en dan laat je tijdens zo'n wandeling het gesprek komen. En het maakt niet uit waar je het over hebt. Maar dat ga je doen met je kind. Hij stelde voor om het Pietenpad te gaan wandelen. Dat is van Pietersburen naar de Sint-Pietersberg. Zo nou, Pieter Buren, dat is zo waar die uh, die Leni Huppeltje pup heeft de, de zeehonden opvang. Crash, zeehonden crash. En Leni Dinges. Nou daar vandaan naar de Pietersberg, dat is eerst in Limburg, Zuid-Limburg. Dat is een wandelroute. Zij gaat dat maar doen. Ja, dat was me even te bond. Maar ik heb wel gewandeld met mijn kind. We hebben vier stevige wandelingen gemaakt. Erg leuk. Misschien dat we dat Pietenpad toch nog een keer moeten gaan lopen. Of nog iets anders doen. Ja, het is nu alweer zoveel jaren later. En de situatie is veranderd. Ze is nu 19 en woont op kamers in Nijmegen. Over anderhalve week. Nee, het is nou donderdag. Oh, nee, maar volgende week vrijdag, dus over acht dagen. Dan zie ik haar weer. Gaan we chili eten. Chili sin carne. Dat betekent chili zonder vlees. Je hebt ook chili con carne, dat is met vlees. Maar mijn vrouw is dan uh, vegetarisch van aard. Dat ik, maakt mij niet uit. Gaan we weer andere dingen samen doen. Nou, het eerste was dus, uh, ga maar wandelen met je kind. Het tweede was, je laat je niet meer vernederen door die vrouw. Door de moeder. Met als toevoeging. En zeer zeker niet. in het bijzijn van het kind. Oké. Okay, niet eens makkelijk. Maar nou, ik heb stand gehouden. En het derde was dat die man zei. dat de kans groot was. dat die moeder. na enige tijd. met vage klachten. Ernstig, ernstige klachten, maar vaag van aard, in het ziekenhuis zou belanden. En zei die: Als dat zover is, dan ga jij niet op bezoek. Die man, die kent die vrouw niet eens. Die ging alleen maar af op mijn anekdotes, die naar waarheid waren. Dat is jouw lot, als jij je begeeft op het terrein van het veroorzaken van jeugdtrauma. Heb je goed begrepen? Je hebt geen keuze. Het is geen optie. Er is geen vergeving. Dus je hebt je kind met Tijd en aandacht te begeleiden voor een periode van 14 jaar. En alles staat in het belang, in het kader, in het licht van dat kind. Alles. Je hele leven. En vanaf het 14e, nou, vanaf het 12e kan je met dingetjes komen en je zegt. Ja, mama heeft vanavond geen tijd, want die moet lalalala gaan doen. En papa kan ook niet. Het is allemaal heel erg leuk dat jij naar het schoolfeest wil, maar ja, als de buurman je niet wil brengen, brengen, dan blijf je maar thuis. En dat kan vanaf het twaalfde, veertiende. Maar voor die tijd niet. Voor die tijd moet alles, alles, alles voor het kind zijn. En geef je kind niet te snel verantwoordelijkheden. Dus echt verantwoordelijkheden geven aan het kind vanaf het veertiende jaar. Mag je dat doen? Voor die tijd niet. Ja, in noodsituaties. Dus mijn kind was twaalf en die kwam naar mij. Van Wauw, pap, we gaan vanavond eten. En ze ziet mij zitten met een soort Mitella. Zei, Wat is er aan de hand? Ik zeg: Ja, kind, ik heb RSI. En ik had een aanval jongen van RSI. Toch een programmeursziekte. Te hard gewerkt, te lang doorgegaan, een pats. Dus ik had maar één arm die ik kon bewegen. Nou, met één arm kan je niet koken. <laughs> ja, je kan een. Nee, je kan niet koken. Je, je kan niet eens een, een pizzadoos openknippen. Daar heb je twee handen voor nodig. Of je wordt heel ingewikkeld. Uh... Nou, je zou het echt niet weten. ik zei jij moet koken vanavond. nou gelukkig had ik haar dat voor die tijd al geleerd. koken, Rijs koken, aardappelen koken. in de zin daar was ik bezig en dan riep ik haar naar de keuken. van ja kom eens even kijken. ik zal je even laten zien hoe je lalalala maakt. en gewoon samen koken. dat is de al. Nou, toen heeft ze goed gekookt die avond. ayam pedis. koop je zo'n zakje met van die Indonesische kruiden en dan, uh, nou, dan moet je kijken wat zakje wat je erbij moet doen rijst koken en moet ook kip moet erin kipfilet nou een week later nou een paar dagen later kwam Wim Kruidentuin bij me langs met zijn homeopathische boekwerken een dag daarna was mijn RSI voorbij Ah, ja, homeopathie, ja, ik geloof er niet in, hoor. Nee, ik ook niet. Maar mijn RSI was wel voorbij. Dat is wel erg handig. Dat je RSI voorbij is. Maar dat is zij dan. Maar veertien jaar lang moet je zorgen voor je kind. En daarna kan je het in gaan schakelen. Maar de eerste veertien jaar van een mens, dat zijn... Ja, is gewoon vakantie. Gewoon vakantietijd. Geen kinderarbeid. Waarom? Ja, als je een kind hebt wat graag een centje bij wil verdienen. Dan... Ja, dat is wat anders. Maar het moet niet. En als een kind gaat werken, dan is dat geld voor dat kind natuurlijk. Mijn dochter heeft ook gewerkt toen ze 13 was. We waren op vakantie in Bretagne. En dan kon ze aardbeienplanten gaan verzorgen. Toen wij naar huis gingen voor die vakantie, had ze 70 euro in de pocket. Ja, maar dat was de eigen vrije keuze. Ja. Dus ze mogen, je kinderen mogen wel werken, maar en punt 1, dat geld is voor hun. Voor hen, moet je zeggen. Voor de rest niks verwachten van je kind. De vrije teugel geven. En niet te veel aandacht geven, dat is ook zo En de moeder van mijn kind was een groot gans het bezig met dat kind. Hè. Ja, dan moet je nu een tekening gaan maken voor uh, opa. Dus haar ouders dan. Hè. Mijn ouders, daar uh, kon die moeder helemaal geen bieten interesseren. Die kon echt vallen. Maar de eigen ouders, want zij is zelf mishandeld door haar ouders. En ze heeft dus heel veel aandacht voor de eigen ouders. Ja, ja, opa is jarig en die moet een tekening. Oh, overal mee bemoeien. Nou, dat moet je dus niet doen. Toen dat mijn kind dan... Was het een baby? Ik ben echt een perfecte ouder geweest, dan En die moeder wilde dan per se uh, werken. En en Een of ander stom administratief baantje. Dat leverde geen biet op. En moest dat kind moest twee dagen in de week naar het kinderdagverblijf toestand opvangen. Nou, dat... Is het te doen, vond ik dan? vond ze erg leuk, want het kind vond het heel erg leuk. Maar dan nog drie dagen in de week uh, van de werkweek. Nou, was er geen opvang. En anderhalve dag was ik dan met het kind thuis. Jo, dat is leuk. Ze s morgens heel kalmpjes opstaan. Uh. Nou, eerst ontbijten met z'n allen. Dan mama de deur uit om kwart over acht. Uh. Nou, dan ging ik er even lekker met het kind in bed liggen. Tot een uurtje kwart voor negen. Zo. Ze sliep niet zo goed. Wel een beetje slaapgebrek. Nou, dan zo tegen negen uur lekker opstaan. Echt opstaan en dan douchen. Zo. En dan het kind in de woonkamer geprakt. Op een stapeltje kussens. Een leuk boekje erbij, van Nijntje en een bekertje met water Zo. en de poes en dan kon ik in de keuken een beetje rommelen kon ik zelfs klanten bellen collega's bellen ja ik had ook mijn baan in de keuken mocht je roken kon ik een checkje roken, zo'n dus ventilator kopje koffie erbij en dan even, doen, even checken bij het kind of alles nog goed gaat maar het ging altijd goed kind was het ook helemaal gewend Zo van oh, met papa nou dan kan ik lekker zelf mijn eigen dingetje doen Ze dus kon een beetje kruipen natuurlijk en uiteindelijk ging ze lopen en dan vorige van heb je zin om te tekenen je was iets ouder wil je wat tekenen dus ja vind je wel leuk wil je tekenen nou is goed meid wil je kwasten wil je schilderen dat is best joh een oud overhemd van mij aangetrokken voor haar dus een stapel papier gegeven en kwasten en meuken. Dan ja, nok jezelf uit. Maar. maar niet mee bemoeien. Ja. Gewoon lekker zelf laten gaan. Lekker rustig. Ja. En regelmatig kom je even kijken. Ja. Wat ik mij kan herinneren: van, ik ben opgegroeid bij mijn oma de eerste paar jaar. Die deed precies hetzelfde met mij. Ja, zij draaide een huishouding van. Nou, dat is ook voor de zelfzorg, voor de zelfwassen en zo. Hè? En dan van mijn opa, dus, dus twee personen. En dan mijn twee tantes, dus vier. En dan mijn vader, dus vijf. En dan mijn moeder, dus zes. En dan ik erbij, zeven. Dat is een huishouding voor zeven personen. Ja, daar ben ik wel even mee bezig. Mijn oma had altijd wat te doen. De was. Uh, ze had uiteindelijk dan wel een wasmachine, maar toen ik geboren werd, dacht ik niet hoor. Ik ben geboren in 1959. Ja, maar in die tijd was er nog niet eens tv. Ja. Ik weet nog, dat was. Was ik misschien al vier of zo. Dan was er tv. Mijn opa en oma hadden niet eens een radio. Dat was een kabelradio met één klak, 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 klak. Zo'n monospeaker. speaker heb je niet nog kent En mijn oma was aan het rommelen in het huis. En, en ik was aan het spelen in de woonkamer. En zo gauw ik kon lopen, en dan mocht ik van mijn oma naar buiten. En dan ging ik de tuin in. En twee huizen verderop waren er was een gezin met jongetjes van mijn leeftijd. De familie van Ooien. En dan ging ik daar een beetje zo uh, hoipiepelooi. Ja. Dan gingen we samen spelen. En de buren van de andere kant, met Herman en Gea. Ik weet al die namen nog, belachelijk. Maar mijn, oude, mijn oma liet me lekker vrij. Wat precies doen we ik zelf zin in dan. Nou, zo heb ik mijn kind ook opgevoed. En de moeder. Jongen, ik was de deur nog niet uit of ze hingen aan de telefoon. Allemaal de een van haar vriendinnen bellen. Ja, vriendinnen, zo noemden ze dat, hè. Maar dan waren het mannen. Ja, kortom, ik was de deur nog niet uit, of een kwartier later ging de voordeurbel al. En uh, dan kwam er een man binnen denderen. Oh, yo, yo. En dan druk doen en toestanden. En dan kwam ik aan het einde van de dag kwam ik thuis. En dan was het huis één grote puinhoop. En dan zat de groegemeente achter in de tuin rode wijn te drinken. En het kind was een he helemaal doorgedraaid. He helemaal wild. En jij ja, vindt het maf. En dat was niet als ik thuis was, hè? Nee. Dan was het allemaal lekker rustig, en precies om 11 uur. Ik wil de klok in de gaten, 11 uur fruithapje. Om 12 uur gaan we lekker dutje doen. Dan ging ik ook een dutje doen, want ze sliep dus niet zo goed. Ja, vind je het gek met zo'n drukke moeder? Nou, dan na het dutje doen, uh, dan even een weekje spelen. en Dan gaan we zijn zoetjes aan, gaan we naar buiten, dan gaan we boodschapjes doen. Allemaal totaal relaxed. Eventueel maken we een ommetje door het park. Even naar de eentjes kijken. Nou, en dan weer op aan En dan gaat papa de keuken in en gaat het kind weer lekker spelen. En ik ga haar aardappels schillen. Ja. Eventueel mocht ze erbij komen zitten. Zo'n stokkenstoel. En mocht ze ook de keukentafel uh, tekeningen gaan maken of iets van kwasten of kleien of maar. Hey, zo ga je met je kind om. Alles stond in het teken van het kind. Ook dat alleen laten spelen. Dat, dat deed ik met opzet zo. Het was voor mij ook heel handig, want, dan kon ik, uh, want ik had een drukke baan. Dan kon ik toch nog eventjes bellen en dan hebben we die collega even checken. Van, heb je, uh, in de automatisering is altijd wat te doen. Heb je die database-controle nog gedraaid? Dat soort dingen. En de vergadering van overmorgen. Is dat en dat al uitgezocht? Oh nee, nog niet? Ja, nou, zou ik wel even doen. Dus het is ook heel makkelijk voor jou als ouder... als je je kind lekker alleen laat, lekker vrij laat. Dat heb je? Het leert alles vanzelf wel. Je hoeft er niet de godganse tijd bij te zijn... Oh, dat doet mama wel even. Oh nee, oh, oh, Nee, dat gaat mama wel. Niet doen, dat is traumatiserend. Wat ik nou laatst dat wel weer een tijdje terug hoor. Was ik een klant aan de lijn, als een vrouw. En die werkte dan op de boekhouding. En die had zo'n heel druk kind. Jeetje, wat een druk te maken zeg. Dan kan hij niet naar buiten. Ja, ze maar hij is bang voor die andere kinderen. En, uh, uh, en, en dat durft hij niet of zo. Dus dan komt hij maar binnen hangen bij mama. Op ik kan van, Heeft hij een zakmes? Nee, zei ze, dat heeft hij niet. Ik geeft nou, geef die jongen een zakmes. Ja, en, en binnenspelen met je zakmes, dat heeft namelijk geen zin. hè? Geef die jongen een zakmes en, uh, en laat hem een pijl en boog maken. Ja. Opsturen naar buiten met een opdracht. Ja. Laat hem een boodschap halen en geef hem dan een euro beloning. Als je zo'n druk kind hebt, hè, dan kan je iets heel belangrijks doen. Ja. Hoe? Oh, wat dan? Oh, nou, mama heeft nog dit nodig. Maar dat moet wel helemaal van de bakker komen. En dan mag je voor jezelf een krentenbol erbij halen. Oh. Ja, en dan krijg je van mama 25 cent. Of 50 cent of zo. En dan kan je sparen in je vakketje. En dan kan je iets heel moois gaan kopen als daar uh, heel veel geld in zit. Zoiets. Ja. Dan stuur je kind de deur uit. Wat was het jongetje toen, drie, vier of zo? Maar ze woonde in zo'n kindvriendelijke wijk. Kinderen veel de vrijheid geven, dat is heel belangrijk. En geen verantwoordelijkheid nou. ja, Geen echte verantwoordelijkheid. Dat komt wel vanaf het veertiende jaar. Leer je kinderen lezen, leer je kinderen rekenen. Want dat doen ze op school niet meer. Hè? Dus hou er goed rekening mee dat het leren lezen en het leren rekenen. dat moet je zelf doen. Want op school is er ja, sociale indoctrinatieprogramma's en meer niet. En de meisjes worden voorgetrokken. Dus. Ja. Nou, ik vond het wel een mooie, hè? het voorkomen van jeugdtrauma's. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad, en dat je ook de noodzaak inziet van het voorkomen van een jeugdtrauma en dat het jouw verantwoordelijkheid is. Je kan niet zeggen ik had zo'n moeilijk kind. Nee, moeilijke kinderen bestaan niet. Moeilijke kinderen worden gemaakt, uitzonderingen daar gelaten. Maar dan heb je het over één op de honderd. En de vraag is bij die één op de honderd hoe het nou precies in elkaar zat. Het kan ook zijn dat ze wel degelijk door de moeder of de vader zijn getraumatiseerd. maar dat dat nooit is geconstateerd. Dat weten we nog niet. Ja? Nou, uit respect voor jullie. en vol goede moed dat jullie er wat van gaan maken. en kinderen de wereld in slingert. die helemaal geen jeugdtrauma kennen, omdat ze het niet hebben gehad. Kinderen die zo lief zijn. en die zijn voor jou als een schat. Iets van waarde bedoel ik daarmee. Doe het daarvoor. Doe het veertien jaar lang. Dan kan je gaan nadenken over uh, wat je wil gaan doen in je eigen belang. Maar tot aan die tijd staat alles in het licht van je kind. Ja. Nou, en tegen jullie dan, vol van vertrouwen, zeg ik op zijn hamburgers: tjus. En dag lieverds!